Het toevoegen van een product doe je via producten, nieuwe toevoegen. Vul hier de naam van het product, de beschrijving. Vul hier de prijs in met een punt om het getal achter de decimaal aan te geven. En als er een aanbieding is, vul je de prijs hier nog eens in. Je kan met het kopje voorraad invullen hoeveel items er op voorraad zijn. Ook kun je het product voorzien van een artikelnummer. Op het moment dat je zegt voorraad beheren, kun je op productniveau het aantal voorraad opgeven. Klik ik hierop, dan wordt mij gevraagd hoeveel stuks ik op voorraad heb. Staat hier 0, dan is het product automatisch uitverkocht. Staat hier 1, dan is er 1 op voorraad en staat hier 100, dan zijn er 100 stuks op voorraad. Met de optie nabestellingen kan je toestaan dat het product op het moment dat hij is uitverkocht alsnog wordt besteld. Je hebt de optie toestaan, maar de klant informeren. De klant krijgt dan een bericht dat het product achteraf wordt geleverd doordat het nu niet op voorraad is. En je hebt de optie toestaan. Dan kan de klant gewoon nog steeds het product bestellen als hij niet op voorraad is. Als je het niet toestaat, is het product bij de status uitverkocht, niet langer leverbaar en of te bestellen via de webwinkel. Bij de drempelwaarde kan ik invullen bij hoeveel voorraad ik een e-mail wil ontvangen. Stel ik voor u 2 in, dan krijg ik dus als er minder dan 3 stuks op voorraad is, een e-mail dat het product bijna is uitverkocht. Met de optie individueel verkocht kan ik aangeven of het 1 keer per klant kan worden verkocht of meerdere keren. Schakel deze optie in, dan kan het product dus 1 keer besteld worden. Schakel het uit, dan kan het product meerdere keren besteld worden. Hier, bij verzendmethode, kan ik het gewicht, de lengte, breedte en hoogte opgeven van een product. Als je website gebruik maakt van een plugin die calculeert wat de afmetingen zijn van het product en op basis daarvan de verzendkosten in rekening brengt, is het handig om deze gegevens in te vullen. Als je website dat niet doet, dan hoeft het dus niet. Verder kan je opgeven of het nog gebruik maakt van een speciale verzendklasse. Standaard stellen wij dat niet zo in. Mocht je dat wel hebben, dan ontvang je een specifieke handleiding over. Bij gerelateerde producten kun je de upsell en cross-sell opgeven. Kortom, als er nog duurdere handschoenen zijn die jij ook verkoopt, dan vul je die hierin. Het systeem probeert dan die duurdere handschoenen aan diegene te verkopen. Bij cross-sell kan ik bijvoorbeeld zeggen dat naast je handschoenen ook nog polsbandjes te koop zijn. Of bandage voor de handen. Die kan ik dan hier opgeven. Bij eigenschappen kan ik speciale eigenschappen, zoals bijvoorbeeld dat het duurzaam is, of dat het 100% katoen is, opgeven. Dat doe ik door hier bij custom producteigenschap op toevoegen te klikken. Vervolgens de naam in te vullen, bijvoorbeeld soort materiaal, gevolgd door katoen, 98%, comma, elastiek, 2%. Als ik nu eigenschappen opslaan klik, zou je zien dat soort materiaal is toegevoegd met de optie katoen en elastiek. Bij geavanceerd kan ik nog een aankoopnotitie voor in een bestelling doorgeven en een menuvolgorde op wijzigen. Ook kan ik instellen of de beoordelingen zijn geactiveerd. Tot zover het instellen van de productgegevens. Bovenin heb je nog de optie om het type product in te stellen. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat je kiest voor een variabel product op het moment dat je gebruik maakt van maten. Stel dat de handschoenen in maat S, M, L, XL en XXL te koop zijn. Dan maak je gebruik van een variabel product. Meer daarover vind je in onze andere video. Die video is gelinkt in de beschrijving van deze video. Hier rechts heb je het kopje virtueel. Op het moment dat bijvoorbeeld een download is van, ik noem maar wat, muziek, dan vind je de optie virtueel in. Op het moment dat die muziek dan ook nog te downloaden is via WooCommerce, schakel je deze optie in. Je krijgt dan een extra optie onder het kopje algemeen. Je kan hier dan de bestanden toevoegen die je wil meegeven na betaling. Aan de rechterzijde kun je de categorie opgeven. Handschoenen passen bijvoorbeeld in de categorie kleding, accessoires.
Die kan ik dan hier toevoegen. Verder kan ik hier een foto toevoegen van het product. Op het moment dat ik tevreden ben over het product, klik ik hier op publiceren. De sportshandschoenen zijn nu te koop in mijn webwinkel. Ik had direct bestellen, in de winkelwagen zetten en doorgaan naar het betaalproces.